Welkom bij de infralunchlezing van Platform WOW, Platform Brugge en de Bouwcampus. Eerste vraag of jullie allemaal je microfoons op mute willen zetten. Ik hoor nog achtergrond uit, dank jullie wel. Deze infrabijeenkomsten zijn bedoeld voor alle professionals in de infrasector van weg en water. En wij, de netwerken van Platform WOW, Platform Brugge en de Bouwcampus, ja, wij vormen met elkaar het netwerk waar jij en andere infraprofessionals elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, samenwerken en kennis kunnen delen. En kennis kunnen delen is natuurlijk wat we vandaag ook gaan doen. Mijn naam is Piotr Mak. Ik begeleid deze lunchlezing, handreiking, veiligheid, beweegbare bruggen. Zoals ik net al zei, wat praktische mededelingen vooraf. Graag even alle microfoons op mute. Als je tijdens de presentaties van de sprekers vragen hebt, zet ze in de chat. Deze gaan we achteraf met elkaar beantwoorden. Alle presentaties worden achteraf gedeeld via Platform WOW, Bouwcampus en Platform Brugge. En er is een terugblik van deze webinar beschikbaar. Goed, daar gaan we het over hebben. Beweegbare bruggen, veilig en goed onderhouden, ook op lange termijn. Dat is een uitdaging waar onze beheerders van bruggen, contractmanagers, inkopers, maar ook alle marktpartijen mee te maken hebben. We merken dat er ook veel onduidelijkheid en interpretatie van wet en regelgeving is. En om daarmee om te gaan, is een handreiking veiligheid beweegbare bruggen door het CROW tot stand gekomen. We hebben een aantal sprekers voor jullie. Helaas Ronald Zandbergen, hoofdingenieursbureau gemeente Rotterdam, die moest vanwege privéomstandigheden afzeggen. Zijn bijdrage wordt verteld door Frank van der Vossen, waarvoor dank. Dan hebben we Roy Voor en Bob Nonnekes van het CROW, die iets over de totstandkoming zullen vertellen. En dan Frank van der Vossen, technisch adviseur bij de provincie Noord-Holland, die ook een stuk over de handreiking in de praktijk zal gaan vragen. En eigenlijk zou ik als eerste willen vragen, Mark, of je een poll zou willen starten. Waar komt iedereen vandaan? Bij de opdrachtgever, bij de opdrachtnemer. Leuk om daar even een beeld van te hebben. Kijk. Nou, het lijkt toch gewoon een redelijk mooie verdeelde deelname. Nou, de marktpartijen blijven een klein beetje achter met 18%, maar gemeentes, provincie en Rijkswaterstaat zijn goed vertegenwoordigd in de maatschap. Mooi om te zien. Ja, eigenlijk als eerste wil ik dan nu het woord geven aan Frank. Frank, zou jij de bijdrage van Ronald willen vertellen? Waarom deze handreiking? Ja, dat ga ik doen. Ik zal de presentatie delen. Die staat nu op beeld. Zoals gezegd, Ronald Zandbergen is afwezig. Dus ik neem zijn honneurs waar. Komt weliswaar niet uit Rotterdam, maar uit Noord-Holland. Maar de problematiek is vergelijkbaar. Rotterdam heeft 50 beweegbare bruggen, 40 bruggen, 10 sluizen. Zoiets hebben wij er ook. Heel veel groot onderhoud nodig de komende jaren. En technische achterstand of technische ouderdom is daar vaak de aanleiding toe. Net als bij veel gemeentes en provincies hebben we ook de wens om op afstandsbediening te gaan. Het groot onderhoud bestaat in grote delen. De constructieve zaken, de aandrijving en uiteindelijk ook de besturing en bediening. Zodoende is machineveiligheid, waar we het nu vandaag over gaan hebben, daar een groot onderdeel in. De discussiepunten waar ook Rotterdam tegenaan liep, waren: wat zijn nou de grenzen van de machine? In hoeverre moeten we nou allemaal voldoen aan al die normen en richtlijnen die er zijn in het geval van een renovatie van een bestaande brug. Die CE-markering, hoe ver moet je daaraan voldoen? Gaat dat over de hele brug? Moet dat integraal? Kan dat ook in delen? Al van die vragen waar ze ook bij Noord-Holland en bij Rotterdam mee zitten. Zodoende hebben ze een studie gedaan en gekeken van goh, welke renovatieopgave ligt er? Hoe urgent is het allemaal? Er bestond toch ook wel de indruk dat de grenzen van de machine toch wel wat ruim gekozen zijn. Veelal om aan de ruime kant en om aan de veilige kant van het spectrum te blijven zitten.
Vervolgens is gekeken naar de juridische aspecten en is er samenwerking gezocht met een aantal provincies in Noord-Holland, Zuid-Holland, Amsterdam, Rotterdam. Waarom doen ze dat dan? Ja, goed, veelal ook om financiële redenen. Een renovatie is altijd kostbaar. Je ziet vaak dat er dan extreem grote bedragen nodig zijn om overal aan te moeten voldoen. Soms zijn er praktische beperkingen. Hè. Bruggen zijn soms heel erg oud. Moet dat dan allemaal voldoen aan de nieuwste richtlijnen? Soms zijn er technische beperkingen. Dingen zijn helemaal zo gebouwd in de tijd als ze gebouwd zijn en voldeden toen aan normen en richtlijnen. Het hele CE-verhaal was altijd een grote discussie. En ja, wederom, hoe veilig moet het allemaal? En vooral heel veel inspanning nodig om ook een dossier compleet te maken. Dat alles heeft ertoe geleid dat we deze handreiking in elkaar gezet hebben. Het proces daartoe. Uiteindelijk is het altijd een risicobeoordeling die voorafgaande gaat om een veilige brug te kunnen maken. En om de veiligheid van de machine te kunnen aantonen. Er zijn wat conceptversies geweest van deze handreiking. Deze of geen heeft daaraan meegewerkt. Er is veel discussie in heel Nederland over hoe, wat en waar met beweegbare bruggen en veiligheid. En zo ook binnen deze club. Er zijn gesprekken gestart met de arbeidsinspectie. Met het doel om te toetsen of dat hun de visie ook delen. En dat klopte. En dan hoor ik dat van verschillende kanten. Dat met de arbeidsinspectie altijd wel gedeeld wordt. Dus dat is prettig om daar een toetsing overheen te doen. Het werd in ieder geval duidelijk dat een brug of een sluis niet een gehele machine is. Maar dat er in de brug of sluismachines aanwezig zijn. Want daarnaast is een brug of een sluis uiteindelijk ook een stuk ja, nautische veiligheid, verkeersveiligheid, arbo-veiligheid, constructieve veiligheid, ja, tot en met cybersecurity aan toe. We hebben er allemaal mee te maken. Dus we hoeven niet alles onder machineveiligheid te scharen, maar we kunnen ook delen wegzetten onder de desbetreffende veiligheidstakken van sport, zou ik maar zeggen. Daarnaast hebben we natuurlijk veel geleerd van de visie van de arbeidsinspectie. En vervolgens is dit samen met het CROW vastgelegd in een handreiking. En ook deze handreiking is weer gezien door de arbeidsinspectie en de hele divisie. Dus dat is prettig. Daarmee ben ik tot een eind gekomen van dit deel van Rotterdam. En wil ik me graag doorgeven aan Bob en Roy. Voor het volgende onderdeel, de totstandkoming. Dankjewel, Frank. Ik zal ook onze presentatie even delen. Oké. Die staan niet te verkeer. Ik ga in op de totstandkoming van de handreiking. Je moet hem nog even op volledig scherm zetten, Roy of Bob. We zien hem nu klein in jullie PowerPoint. Ja, zo is beter. Dank je. Ja. Ik klikte erop en er gebeurde niks dat onderkant heeft. Dus maar mijn collega Bob heeft het allemaal prima in controle. Eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Roy Voorland. Ik ben kenniswerker bij CROW. En samen met Bob betrokken bij het tot stand komen van deze handreiking. Ben wat later aangehaakt. En eigenlijk heeft Bob ook meer op de inhoud ingezoomd. En heb ik meer gekeken hoe CROW dit beschikbaar kan stellen. Dus dat alvast een klein beetje onze rolverdeling. En Bob zal ongetwijfeld nog wat kunnen toevoegen. Nee, dat klopt. Ik ben vanaf het begin bij de initiatiefnemers betrokken geweest om te verkennen wat nou eigenlijk de vraagstelling en de achterliggende doelstellingen waren. En de reeds door hen uitgevoerde onderzoeken die Frank namens Rotterdam net al voorlas, om te zien van welke vraagstuk ligt nou eigenlijk voor. En we hebben vooral als facilitator hierin opgetreden om te verkennen van welke onderdelen, welke uitwerkingen moeten we nou daadwerkelijk bij elkaar zien te brengen om tot een handreiking te komen. Ik wil nog even. Hoi. Daarmee zijn we tot deze inhoud van ons deel van de presentatie gekomen.
de kort samenvatting van al deze bullets is dat ik even toelicht wat de aanleiding was en de rol van COW in het hele proces. Bob gaat dan vervolgens in op de totstandkoming van het inhoudelijke deel. En ik zal afsluiten met hoe en waar de handreiking of de handleiding op dit moment beschikbaar is. Als we dan aanhaken op wat Frank net al aangaf, de aanleiding. Er werd net gezegd 50 bruggen in Noord-Holland en het aantal in Rotterdam ben ik heel even kwijt. Maar als we dan uitzoomen, zoals COW betaalt, naar heel Nederland, dan zien we dat er 1500 beweegbare bruggen zijn. Die toch in een versneld tempo verouderen door toename in de belasting. Zowel zwaarder als meer voertuigen die er overheen gaan. Dat creëert een enorme vervangings- maar vooral een renovatieopgave, een groot onderhoud. Wil je die het hoofd kunnen bieden, dan moet je iets doen aan efficiëntie. Zorg dat het allemaal wat slimmer en sneller kan. Maar zeker in dit geval met behoud van veilige en betrouwbare machines uiteraard. Om te voorkomen dat we netwerkproblemen krijgen. Dus de files en bruggen die vergrendeld worden. En eigenlijk het woord beweegbaar niet meer kunnen uitvoeren. De juridische kaders die bood daar wel ruimte. Die werd niet helemaal benut. En om daar duidelijkheid in te scheppen, is eigenlijk deze handleiding tot stand gekomen. Ik heb twee schermen, twee keer klikken, sorry. Dit betreft collectieve kennis voor de hele sector. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat aan de voorkant al is gedacht, misschien is het handig om COW hier bij in te schakelen. COW was al betrokken bij eisensets voor beweegbare kunstwerken. En ook natuurlijk bij platformbruggen. Dus het linkje lag voor de hand. Samen kunnen we duidelijkheid scheppen in regelgeving en hoe het proces loopt. De rol van COW is een neutrale rol om te faciliteren dat de kennis bij elkaar gebracht wordt van verschillende partijen. Waarbij uiteraard het doel is dat die beweegbare bruggen veilig blijven. En dat de schrijvers, de deelnemers in dit proces ook weten wat veilig is. Dat we uiteindelijk ook wel binnen de wettelijke kaders blijven handelen. Een aantal zaken hebben in het hele verhaal nadrukkelijk aandacht gevraagd. En daar gaat Bob straks ook nog op in. En eigenlijk als je al het proces schematisch weergeeft, Frank gaf het net ook al aan, vanuit de aanleiding zijn er drie partijen geweest die een vooronderzoek hebben gedaan, IV Infra, advocatenbureau en crisislab. De wettelijke kaders zijn bekeken. Daar bleek dat die te eng geïnterpreteerd zijn. Maar met name dan, zoals Frank al aangaf, de brug werd gezien als één machine. Waarbij dan bij iedere aanpassing de hele brug opnieuw gecertificeerd moest worden. Of althans, dat was het beeld. Dus die interpretatie van hoe die wet en de resultaten van het vooronderzoek, die boden dus inderdaad het zicht op een andere werkwijze. Daar is die richtlijn, de handreiking voor opgesteld. Die is geschreven en meerdere keren getoetst. En bijgesteld door onder andere de arbeidsinspectie, diverse ministeries die daarnaar hebben gekeken. NEN heeft daarnaar gekeken. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een eerste instantie conceptrichtlijn. Maar ondertussen is die definitief en is die beschikbaar via platform Bruggen, maar ook via de kennisbank van COW. Daarmee schakelen we naar het inhoudelijke deel van mijn collega Bob. Dankjewel. Ik wil eigenlijk nog niet onvermeld laten is dat we niet alleen met de initiatiefnemers, de drie provincies Noord, Zuid-Holland en Groningen, de gemeente Amsterdam en Rotterdam hebben samengewerkt hier in het opstellen van de teksten van de handreiking. Dat we een grote hulp hebben gehad van het DON-bureau, wat ook inhoudelijk heel veel betrokken is
bij renovatieopgaven voor beweegbare kunstwerken. En ik vind dat betreft dat ze ook daar aan bod moeten komen. Integrale veiligheid. Een van de belangrijkste issues die wij keer op keer in de gesprekken met alle partijen op tafel kregen is van ja, hartstikke mooi dat je je richt op een warenwet en dan specifiek het machinedomein daarin. Of dat je je richt op een arbeidsverhaal. Maar wij als beheerders, eigenaar van beweegbaar kunstwerk, moeten staan voor een integrale veilige brug of een integraal veilig kunstwerk. En het gevolg daarvan was dat er naarstig getracht wordt in de beheerorganisatie om alle veiligheidsaspecten over elkaar heen te stapelen, om daarmee een doorslag te maken die dan alle veiligheidsaspecten zou moeten bedienen. Maar dat blijkt in de praktijk weer barstiger dan dat je zo in eerste instantie zou denken, want de eisen die gesteld worden aan arbo-veiligheid, en dat komt dan in dit schema mooi tot uitdrukking als je middenin bij het veilig werk met machines uitsplitst naar arbo-veiligheid medewerker, machineveiligheid, zie je dat de wettelijke basis waarop die veiligheidsinventarisaties en risico-inventarisatie en evaluatie moeten worden opgebouwd, totaal andere wettelijke basis hebben dan die van de machineveiligheid. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de gebruiksveiligheid voor wegverkeer en voor vaarverkeer. Heb ik het niet gehad over constructieve veiligheid. En dat gaat met name in de bouwfase een rol spelen. Frank noemde net namens Rotterdam ook nog even de digitale veiligheid die een rol kan spelen, zeker als je afstandsbediening hebt. Er zijn allerlei veiligheidsdomeinen te bedenken die een invloed hebben of een rol spelen bij het beoordelen waar je allemaal aan moet denken op het moment dat je gaat renoveren. Dat je gaat onderhoud gaan plegen aan een breekbaar kunstwerk. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat als je dat dus inderdaad allemaal over elkaar heen legt, vervuil je eerder de goede analyse wat nou de integrale veiligheid moet opleveren, dan dat je echt een goed dekkend beeld krijgt. En daarom stellen we van, goh, op het moment dat je ergens gaat ingrijpen in het systeem, laat ik het zo noemen, het systeem van de beweegbare brug, kijk dan van waar je op ingrijpt, welke domeinen worden nou daadwerkelijk geraakt hierdoor, en bepaal je dan in het inventariseren van die risico's en de veiligheidsaspecten voor dat specifieke onderdeel binnen de specifieke wettelijke kaders. Ik denk dat dat een van de belangrijkste winstpunten is die we hebben vast kunnen stellen tijdens het tot stand komen van deze handreiking. Tweede punt, en daar werd net ook wel even kort aan gerefereerd, is van goh, waar ligt nou eigenlijk de grens van de machine? Roy gaf het al aan, Frank gaf het ook al aan. De heersende gedachte is eigenlijk de afgelopen 25 jaar geweest van de beweegbare brug. Het systeem beweegbare brug is één grote machine. Want alles is met elkaar verbonden. Alles is aan elkaar gekoppeld. En als je dan ook gaat kijken in het warenwetbesluit, zijn daar ook trefwoorden die dat eigenlijk lijken te onderschrijven. Maar als je heel letterlijk gaat lezen wat er nou eigenlijk in staat in de definities, en ik heb de verwijzing hier in het artikel 1 al opgenomen, dan zijn er een aantal keuzes, vragen die je moet beantwoorden voordat je daadwerkelijk tot de conclusie kunt komen. En dan blijkt dat een machine, dat een systeembrug opgebouwd blijkt te zijn uit veel meer soorten afzonderlijke machines binnen het systeem. En we hebben dat weergegeven, dat beslissschema, in bijlage 2 bij de handreiking. Dus ik mag dat van harte aanbevelen om daar nog eens een keertje doorheen te lopen. En als je dan eens gaat kijken van hoe zo'n breekbare brug in elkaar steekt, en dat is hier in een vrij schematische wijze weergegeven en ook al gebruikt in andere publicaties, dan kom je tot de conclusie dat we zo in dit plaatje minimaal al 2 machines kunnen identificeren. Helemaal bovenin de afsluitbomen, dat is al een voltooide machine die wordt aangebracht op de breekbare brug. En weliswaar gekoppeld aan je besturingssysteem, maar het is een afzonderlijke machine die met certificaat wordt aangeleverd. En als je dan gaat kijken onder in de brug, in je kelder, heb je daar inderdaad je aandrijfcomponenten en je overbrengingen zitten. En facultatief, als het heel functioneel noodzakelijk is voor het in de bedrijf stellen van die onderdelen, kunnen daar nog vermogensbesturingselementen en veiligheidselementen aan vastzitten. Dat zijn al 2 afzonderlijke machines die volgens het warenwetbesluit te onderscheiden zijn. En zo zijn er waarschijnlijk nog een paar andere te onderscheiden. Maar dit geeft in ieder geval een duidelijk beeld van nee, hoe dat al gespitst kan zijn. Alles bij elkaar. Er zijn nog een aantal andere aspecten. De risico-inventarisaties noemde ik net al even. En hoe je die gaat wegen zit daar ook onderdeel in.
heeft dat een aantal inzichten opgeleverd. En die wil ik met name delen, omdat dat de basis is waarmee je verder kunt in beheer en onderhoud. Ik gaf het al aan, je moet je domeinen scheiden. Dat betekent dat ook de weg- en vaarwegverkeersveiligheidsverantwoordelijkheid van de vaarwegbeheerder valt onder het burgerlijk wetboek, wegenverkeerswetgeving en de scheepvaartwet. Is dus geen onderdeel van de Warenwet of de Arbeidsomstandighedenwet. De arbo-verplichtingen, vastgelegd in de arbo-wetgeving en de richtlijnen die daaruit zijn voortgekomen, gelden ook nog steeds, maar zijn geen onderdeel van het Warenwet besluit machines. En de brug en de grenzen van de machines kunnen in iedere brug weer anders zijn, dus je moet ze afzonderlijk beoordelen. En het plaatje wat ik hier rechts onderin heb, geeft al de indicatie aan van met al die kleurtjes in het blokschema van al die veiligheidsdomeinen, van waar je allerlei onderdelen in de brug zou kunnen plaatsen in de verschillende veiligheidsdomeinen, om je verder op weg te helpen van welke toetscriteria moet ik nu gaan toepassen op welk onderdeel. Een andere belangrijke is dat, en het komt eigenlijk voort uit de werkinstructie beoordelen van gewijzigde machines van de Nederlandse Arbeidsinspectie van april 2022, is dat lang niet alle onderhoudsaanpassingen aan de machine een substantiële wijziging zijn. En dat betekent dat je dus ook lang niet altijd tot een heel uitgebreid certificeringstraject veroordeeld bent. En dat je goed moet nadenken van welke onderdelen worden nu daadwerkelijk gewijzigd en welke onderdelen in de bestaande machine worden intrinsiek geraakt door die wijziging. Dat kan zijn op het koppelvlak van de aansturing, dat kan zijn op het koppelvlak van de overbrenging van krachten. Daar moet je dan ook even kijken van, levert dat nog een wijziging op in de inzichten over de risico's van de betreffende onderdelen. Maar de werkinstructie, en ik heb het net hier ook een beeld weer aangegeven, heeft een goede beschrijving, een goede handleiding van hoe je kunt vaststellen of je ingreep die je wilt gaan plegen daadwerkelijk een substantiële wijziging is. Wat wel nodig is, dat zie ik vooral in de laatste bullet bij dit verhaal, is dat je een compleet technisch dossier van de machine moet hebben. Excuseer. Op het moment dat je ergens gaat ingrijpen en je komt tot de conclusie dat je technisch dossier onvoldoende is, zul je in ieder geval voor dat onderdeel en voor die invloedssfeer van die risico's je technisch dossier op orde moeten maken om de goede afweging te kunnen maken. Want is hier sprake van een wijziging van de risico's, van de toename van risico's, toename van gevaarzetting, die maken dat ik aanvullende maatregelen moet nemen. Betekent ook dat op het moment dat je maatregelen hebt genomen, aanpassingen hebt gepleegd, dat je het technisch dossier ook daadwerkelijk even zult moeten actualiseren op die onderdelen. En niet alleen het technisch dossier moet actualiseren, en dat is ook gebleken uit gesprekken met de arbeidsinspectie, dat op het moment dat je aanpassing pleegt, dat je voor die specifieke onderdelen de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen en maatregelen zo goed als mogelijk aan de laatste stand van techniek en inzichten voldoen. Met andere woorden, daar zul je dus inderdaad naar de huidige vigerende richtlijnen, zelfs wat is jouw beweegbare kunstwerk uit 1950, zul je voor dat onderdeel aan de huidige richtlijnen moeten voldoen, of zo goed als mogelijk binnen de kaders die je hebt binnen je kunstwerk. Denk aan ruimtebeslag en dergelijke. Maar dat betekent niet dat op het moment dat ik ergens iets aan de kant van het bedieningsgebouw aan het wijzigen ben, dat ik dan ook iets aan de val moet aanpassen om het weer up-to-date te brengen met 2024. Het gaat alleen om die onderdelen die aangepast worden. En dat is denk ik ook een heel belangrijk inzicht dat je mee moet nemen. Arbeidsinspectie verwacht niet dat je dan inderdaad het hele systeem op dat moment weer tot de laatste stand van zaken hebt opgewaardeerd. En in dat kader is het ook goed om na te denken over de rollen die er zijn in de partijen die betrokken zijn bij een renovatie of onderhoud van een beweegbare brug. We hebben heel erg de neiging om als beheerder en als de opdrachtgever van wijzigingen en aanpassingen aan die beweegbare brug onszelf ook te zien als fabrikant van die brug. Waarom? Omdat misschien de fabrikant die oorspronkelijk die brug gebouwd heeft niet meer bestaat. Nou, daar gaat het over. Dan heb ik niet meer een fabrikant om aan te spreken. Maar word je dan op dat moment fabrikant van de nieuwe onderdelen? Nee. Dat is altijd de fabrikant die dus daadwerkelijk die productie en eventueel ook het ontwerp van dat betreffende onderdeel gedaan heeft. Het is dus verstandig om ook die CE-markering van dat betreffende onderdeel door die feitelijke fabrikant te laten verzorgen.
inclusief de risicobeoordeling en de technische dossierveringmachine. Ik bedoel, die heeft er verstand van. En die is ook degene die daadwerkelijk aangesproken zal gaan worden op de betreffende kwaliteiten en competenties van die betreffende onderdelen. En dat betekent dus ook dat op het moment dat u niet de oorspronkelijke fabrikant niet meer in beeld is, dat je er wel degelijk die fabrikantsverantwoordelijkheid neer kunt leggen bij de nieuwe fabrikant. Maar als eigenaar-beheerder blijf je op een aantal fronten nog steeds verantwoordelijk. Arbo-veiligheid ontkom je nooit aan als opdrachtgever, werkgever, om daar je eigen deel in mee te dragen. De werkgever is verantwoordelijk, de werknemer is verantwoordelijk voor arbo-veiligheid met betrekking tot de arbeidsmiddelen. En dit is in principe niet geschreven op machines. Het is dus ook geen onderdeel van het waardelijk besluit van de machines. Maar een machineonderdeel kan wel degelijk gezien worden als een arbeidsmiddel. Dus ook daar weer terug naar het schemaatje van al die verschillende veiligheidsdomeinen. Besef goed tot welk domein jouw aanpassen onderdeel of het onderhouden onderdeel behoort. En let erop dat je RINE door de juiste personen laat opstellen en actueel houdt. Bottom line, ik heb hier al een machine van de machine. Ik heb hier al een mooie ladenkast weer aangegeven. Machineveiligheid en arbo-veiligheid zijn niet het totaal veiligheidsdomein. Het is een van de vele veiligheidsdomeinen bij Breedbaarburger. Elk domein in zijn eigen laadje. Probeer het niet over elkaar heen uit te storten, niet op elkaar te leggen. Probeer als een soort van röntgenfoon doorheen te kijken. Om dan te zien dat ik een totaalplaatje kan maken. En dat ik dat dan integrale veiligheid noem. Maar dat is het niet. Want je blijft altijd tegen de beperkingen van die overlappende domeinen zitten. Onderzoek ieder veiligheidsdomein afzonderlijk. En bekijk wat daar de consequenties van zijn. En totaliseer dat dan over al die domeinen heen. Maar beperk je dan wel tot die aanpassingen. Dat heb ik al een paar keer genoemd. En hetgeen rechtstreeks beïnvloed wordt. En trap niet in de valkuil dat je alles moet aanpassen. Maar alleen dat wat daadwerkelijk wordt aangepakt. Roy, ja, en jou de kick-out. Al het mooiste en die weetvaardigheden en nuttige zaken staan in de handreiking. Wat ik aan het begin al zei, hij is beschikbaar via het platform Brugge. Maar ook in de kennisbank van COE. Nou, deze presentatie wordt via platform WOW beschikbaar gesteld. Daar vind je ook deze link. Wat lastig om te onthouden. Maar via deze link kun je ook op de COE-site bij deze handreiking komen. Nou, ondertussen zijn de initiatiefnemers gestart met een vervolg. Deel 2, gericht op met name de veiligheid van het wegverkeer. En het aardige en ook voor jullie wel weer makkelijk om te onthouden is dat mijn collega Paul van Brugge, wat ze in de neem, deze vervolgstap vanuit COW trekt. Dus mocht je geïnteresseerd zijn om daar een bijdrage te leveren, te kunnen volgen, dan is Paul van Brugge de persoon bij COW waar je hiervoor terecht kunt. Oh, ik had van de kant op. Nog even wat reclame waarmee eigenlijk wordt gezegd van deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door. COW, een aantal kenmerken van ons. In feite, bij heel veel mensen wel bekend, de rol van COW. Ook de reden waarom we gevraagd zijn om hier mee te doen. Wij zijn er blij mee. En op deze manier kunnen we de brugsector helpen met het verbeteren en efficiënter omgaan met deze grote renovatieopgave. Daarmee sluiten we deze presentatie, ons deel sluiten we af. En bedanken we voor je aandacht. En geef ik het stokje door, of eigenlijk weer terug aan Frank. Mooi. Roy en Bob, dank voor dit verhaal. Hoe doen we dat dan in de praktijk, werd aan mij gevraagd. Nou, dan vraag ik daar nog eens een keer rond en dan heb ik daar een presentatie van gemaakt. Zoals Bob net al aangaf, het is afbakening van de grenzen. Wat is nou ingrijpende wijziging, risicobeoordeling en dan ook inderdaad nog arbeidsomstandighedenbesluit. Met een arbeidshygiënische strategie en het vastleggen daarvan. En
Daarbij dan nog steeds de proportionele besteding van financiële middelen in relatie tot veiligheid. En, nou, daar staat in de handreiking een heel stappenplan voor. Afbakingen van de machine is altijd een hele grote discussie. Ik ben zelf bezig met een vrij groot project, het aansluiten van bruggen en sluizen op de centrale die wij hebben gebouwd in 2018. Proberen de scope van dat project toch zo klein mogelijk te houden. En de handreiking ernaast te leggen iedere keer. Lukt niet altijd even goed, maar in grote lijnen is de machine dat ding wat in de machinekamer staat. Dus de aandrijving zoals hier staat met tandwielen en een knikarm. Iemand heeft zijn microfoon aanstaan. Ja, oké, dank je. Waarbij de val dan het geven last is. En de elektrische installatie blijft inderdaad een wat lastige. Een heleboel delen horen bij de machine, maar lang niet alles. Weer daar in de komende sheets wat meer duidelijkheid over te geven. Zoals ik al zei, centrale bediening was een DAO bouwteam. In het UO was het een UAVGC contract. Veelal was het eigenlijk gewoon het wijzigen van de lokale bediening naar de centrale bediening. En dan komt er glasvezel, er komt netwerkapparatuur, er komt audio en videoapparatuur. En dan komt de machine. De grootste knuk was nog steeds van hoe hou je dat nou een beetje in de hand? De financiële middelen in de relatie tot veiligheid. Want we hebben als techneuten toch altijd wel de neiging om het steeds veiliger te willen maken. Ieder veiligheidshuppeltje dat op de markt komt, proberen we toe te passen. Maar Adagium was in dit geval niet veiliger maken dan dat de brug nu al is. Er gebeuren relatief weinig ongevallen bij onze bruggen en sluizen. Een van de rapporten van Crisislab toont dat ook aan. De meeste ongevallen gebeuren in het kader van verkeersveiligheid. Mensen die tegen een afslagboom aanrijden, dan wel door de afslagboom het water inrijden. Maar in relatie tot de machine zelf gebeuren er eigenlijk heel weinig dodelijke ongelukken. Ander uitgangspunt van ons was in ieder geval om te zeggen, vooral installaties die jonger zijn dan 10 jaar, die relatief weinig storingen hebben, wat is relatief, behouden we, dan wel wijzigen we, in plaats van dat we een complete vervanging zouden doen. Normaal gesproken zouden we bij dit soort projecten gewoon zeggen van nou, de hele besturing gaat eruit, er komt alles nieuw in. En nu was dat dit soort zaken als uitgangspunt. Ingrijpende wijzigingen heeft Bob ook al benadrukt. De machines zitten in de brug. Dat houdt dus in dat we niet altijd gaan zeggen dat het een substantiële wijziging is, waardoor je de hele CM-kering opnieuw hoeft te doen. We hebben in dit geval gekozen om de elektrische installatie aan te passen. Geheel dan wel gedeeltelijk. En daar hebben we ervoor gekozen om dat niet te zien als een ingrijpende wijziging in het kader van de machinerichtlijn. Omdat we in theorie de machine zelf laten voor wat die is. De afsluitboom is de machine, die hebben we laten staan. De aandrijving is de machine, dan wel met tandwielen, dan wel hydraulisch, hebben we ook laten staan. En ook, wat ik hier heb geschreven, het vervangen van een PLC en de veiligheidscircuits, dus hardware, software, door middel van een gelijkwaardige oplossing in dit geval, zien we niet als een ingrijpende substantiële wijziging of machine. Voldoende zijn we ook het hele CE-certificeringstraject voor bruggen die dat nog niet hadden uit de weg gegaan. En dat scheelt dan ook weer. Risicobeoordelingen moet je natuurlijk altijd doen. Zoals Bob al aangaf, daar heb je verschillende domeinen voor. Voor de machineveiligheid hebben we die toen nog steeds als basis genomen. Redelijk uitgebreid vaak gedaan. Conventionele manier. Maar de afbakening zat hem wel in de scope van het project. En de scope van het project, zoals eerder aangegeven, elektrotechnische installaties. Daar hebben we primair de scope op gelegd. En voor de risicobeoordeling en ook voor de uitvoering. Wij hebben in dit geval dus geen werktuigbouwkundige zaken meegenomen. Geen hekjes veranderd. Alleen de door de afstandsbediening geïntroduceerde risico's hebben we gemitigeerd. Daarbij zijn de risico's ook gesplitst in de verschillende andere domeinen. En dat is niet altijd zo eenvoudig als dat het hier staat. En dat gaf discussies. Risico's mitigeren is het doel, maar tot hoever ga je daarin? En dat is lastig.
hebben ze geprobeerd te beperken. En ja, zo low as reasonable possible. En ook daar kun je hele discussies over voeren. Maar uiteindelijk kom je daar met z'n allen wel uit. De ervaring uiteindelijk is dat het niet voor alle objecten gelukt is om de nieuwe werkwijze, zoals die in de CDO-aantrekking staat, compleet toe te passen. We hebben erop gestuurd, net aangaf de beperking. We hebben vanuit Noord-Holland ook een lijst met veiligheidsfuncties in het functionele veiligheidsdomein onder machineveiligheid vallende. We hebben niet op voorhand gezegd, we strepen ze allemaal weg. Of die en die vinden we niet noodzakelijk meer. Of die vinden we een laag risico. Dat is per brug bekeken. Maar aan de andere kant heb je ook recent gerenoveerde bruggen. En dan heb ik het over bruggen die jonger als 10 jaar oud. Of waarvan de installaties jonger of 10 jaar oud zijn. Daar hebben we van besloten dat we de objectbesturing niet vervangen. Mocht dan uit een risicobeoordeling blijken dat er bepaalde veiligheidsfuncties niet in zaten, hebben we er wel voor gekozen om dat ook niet toe te passen. Want het uitgangspunt was, we maken het niet veiliger dan dat het nodig is. Of dat het nu al is. En nogmaals, ja, de aandrijving hebben we laten zitten, de scheepvaart zijnde, landverkeer zijnde, openbare verlichting, gebouwgebonden installaties hebben we veelal buiten scope gelaten. Als ze er wel ingekomen zijn, was dat omdat het een, zoals we dat noemden, een meekoppelkans was. En we zijn er toch bezig. Het is op een of andere manier toch nuttig of noodzakelijk. Dan nemen we het mee, maar over het algemeen niet. Arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid. Daar moet je net, als Bob ook aangaf, altijd een risicobeoordeling voor doen. Want je bent als werkgever, weer verantwoordelijk om je werknemers een veilig object of een veilig arbeidsmiddel ter beschikking te stellen. Dus aan de bedienaar, aan de monteurs en allerlei andere personen die daar op de brug aanwezig kunnen zijn, moeten daar veilig hun werk kunnen doen. Daar is gewoon een RIVO gedaan, arbeidshygiënische strategie. Alleen ook daar hebben we gekeken van, goh, zijn het lage risico's en zijn het hoge kosten, dan is het niet proportioneel. Een aantal voorbeeldjes is dat het verhogen van hekwerken van 90 centimeter naar 1,10 meter draagt heel weinig bij aan het verhogen van de veiligheid. En zo zijn er ook maatregelen die, waarvan we eigenlijk al weten dat de monteurs die gaan omzeilen. Hè, het toepassen van tie wraps over eindschakelaars. Leggen van een blokje voor de deur. Nou, dan heeft het weinig zin om daar dan ook nog extra eindschakelaars van super verhoogde veiligheid toe te passen. Want dat draagt dan niet genoeg bij aan extra veilig worden van. Besparing. Want uiteindelijk zijn we daarmee. Bob, je microfoon. De besparing. Waar het ook wel om ging. We proberen zoveel mogelijk bruggen tegen zo relatief weinig mogelijk geld te kunnen renoveren en behouden. In sommige gevallen hebben we dus gekozen om een aantal veiligheidsfuncties niet extra toe te voegen. Dan werd er bijvoorbeeld ook geen zinker aangelegd onder het water door. Maar was een besparing van 60.000 euro. In een aantal gevallen hebben we ervoor gekozen om geen nieuwe besturingskasten te realiseren. Wat we in een ander geval wel zouden doen. Dat kan dan 2 tot 2,5 ton extra besparen. Doordat we wegbleven van het CE-certificeringstraject, hebben we veelal bespaard op engineeringsuren. En zo zijn er nog tientallen zaken waar we nog wat besparingen op gezien hebben. Samenvattend, het biedt aanknopingspunten om bij renovatie- en onderhoudsprojecten te komen tot een veilige brug. Die zeker ook kan voldoen aan met een regelgeving. En een doelmatigere besteding van de financiële middelen die we met z'n allen hebben. En door meer van dit soort standaarden te maken, het zaken te vereenvoudigen en te verduidelijken, kunnen we ook de schaarse kennis die er is in de markt en bij de beheerders beter inzetten. Waarmee ik besluit met het einde en hem teruggeef. Dankjewel Frank voor je presentatie en je verhaal. Ja. Intussen zijn er al best veel vragen in de chat gezet. Op Roy denk ik ook goed dat jullie erbij komen. Ja, fijn.
Even kijken hoor. Ik begin gewoon maar bovenaan. Wanneer je de brug gaat opsplitsen in verschillende delen. Ik denk Bob dat jij dat best kan beantwoorden. Betekent dan dat je de brug per brug meerdere technische dossiers, CE-dossiers moet gaan opstellen? Kun je er iets over zeggen? Als je een machine in de brug, die volgens het warenwet besluit machines inderdaad een CE-markering hoort te hebben, dan moet je voor dat specifieke onderdeel voor die machine, moet je inderdaad een eigen technisch dossier opstellen. Dat is correct. Dus dat zou betekenen met een kort en bondig ja. Ja, maar dat is op zich niet wezenlijk anders dan wat je nu hebt. Alleen je hebt even een onderverdeling gemaakt. Want je hebt voor je totale bruggedeels toen is een technisch dossier opgebouwd. Dat had je dat vanaf 1996 moeten doen. Dus wat dat betreft is dat niet wezenlijk anders geworden. Alleen je hebt hem dus nu gekoppeld een aantal onderdelen uit het technisch dossier aan meerdere. Dus je hebt per machine heb je een aantal onderdelen daar gekoppeld voor je totale technisch dossier. Dus daarmee baken je veel technische dossiers af. En dus uiteindelijk moet je gewoon inderdaad je documentatie kunnen overleggen bij je markeringstraject, bij je certificeringstraject. En die put je uit het integraal technisch dossier. Maar iedere machine heeft wel haar eigen dossier daarmee. Dat is denk ik de nuancering die ik ervan moet maken. Dankjewel. Een vraag van Hans. Hè? De medewerker en dienstveiligheid betreffen toch de medewerkers van de gebruiker en niet van de bouwer. Klopt dat, Bob of Roy? Hoe kijk je daarnaar? Daar gaat het in dit geval om de medewerkers die dus het onderhoud aan de beweegbare brug plegen. Of de bediening ervan doen en daarvoor op gevaarlijke plaatsen zouden moeten zijn binnen de brug. Het gaat dus nadrukkelijk niet om de bouwer en het gaat ook nadrukkelijk niet om de weg- of vaarweggebruikers. Oké, duidelijk, duidelijk. Even kijken hoor, ik zie een opmerking van Stefan. Die slaat ook wel aan op een wat langer een bericht die ik van Alex van Ham zie. En dat was natuurlijk in de vorige bespreking van deze lezing ook al wel. Er is nog wel wat discussie over de interpretatie van deze handreiking en de uitgangspunten. En één daarvan gaat blijkbaar ook over de grenzen van de machine. Ik zie dat jullie als uitgangspunt een stuk uit de norm hebben gebruikt. Kan je daar iets over zeggen? Ik kan er heel veel over vertellen. Ja, we hebben het uit het 1787 een stukje geleend, inderdaad. We hebben daadwerkelijk ook inderdaad behoorlijk wat discussie gehad met de normcommissie. Ik heb daar ook presentaties gehouden en discussies gevoerd. Onder andere inderdaad over de begrenzingen van de machine. Het punt is dat het machinebesluit op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden en ook mag worden. De visie zoals die in de 1787 is opgenomen is een algemeen geaccepteerde interpretatie, maar het hoeft niet per se de enige waarheid te zijn. En daarom zijn we ook zo nadrukkelijk met het ministerie SZW en met de Nederlandse Arbeidsinspectie in discussie gegaan om te zien van goh, maar onze wijze waarop wij hem interpreteren en zoals wij hem lezen, biedt ook een andere invalshoek. Is die toelaatbaar? Past die één binnen de wettelijke kaders? En twee, past die ook binnen het gedachtegoed, de doelstelling van dat wettelijke kader? En daarom was die toetsing bij de arbeidsinspectie zo van groot belang om te zien of ze dus inderdaad geen onwettelijke dingen in de wereld inslingeren. Dat wij heel blij waren dat zij tot de conclusie kwamen van nee, ons inziens zien wij geen probleem om deze interpretatie hierop toe te passen en levert dat voor ons als handhaver, maar ook als beleidskaderstaller, het ministerie in dit geval, levert dat geen conflicten op en zullen wij daar zien wij geen aanleiding om daar in enige mate handhaving in op te treden, want dit past binnen die zienswijzes. En daarmee is de 6787 vooral een norm die volop gehanteerd wordt voor de aanleg van nieuwe beweegbare bruggen.
En zochten wij nu vooral naar een oplossing om voor het bestaande areaal, waarvan natuurlijk heel veel objecten uit de 50 tot 70 jaren zijn van de vorige eeuw, om die ook op een beheersbare, maar wel veilige wijze, met behoud dus inderdaad van de bestaande veiligheid, wel ook voor de toekomst meer veilig te onderhouden en waar nodig te renoveren. En dat is een iets andere opgave dan waar de 787 zich in eerste instantie op richt. En dat kan dus allebei naast elkaar bestaan, zonder overschrijding van wettelijke kaders. Nou, mooi betoog. Je richt je wel in je betoog heel erg op de wettelijke kaders en de wetgever. Ja. In hoeverre zijn er in de werkgroep ook de onderhoudsaannemers, de marktpartijen vertegenwoordigd? En ik ben ook heel benieuwd waar de gesprekken, hoe die daar tegenover stonden. Kan je iets over zeggen? Ja, absoluut. Ik denk je dan heel erg moet gaan kijken vanuit welk belang de partij aan tafel zit in de gesprekken. We hebben bij het opstellen van deze handreiking in eerste instantie getracht om bestaande kennis te bundelen in combinatie met die extra onderzoeken die zijn uitgevoerd, zoals we hoorden dat ook in het begin van zijn verhaal aangaf, om dan vervolgens aan een klankbordgroep onze inzichten voor te leggen en daar reacties op te halen. Daar zaten ook advies- en ingenieursbureaus bij, daar zaten ook vertegenwoordigers van aannemers bij, en dat levert vooral een zorgpunt op bij met name die twee marktpartijen. We hebben een bepaalde werkmodus ontwikkeld die hiermee doorsneden wordt. Dat vinden wij hinderlijk in onze bedrijfsvoering. En anderzijds leeft er ook een stukje vrees dat het reduceren van de inspanning die je moet plegen bij het beheer en onderhoud van burger, dat minder werk, minder omzet in de sector genereert. En dat is natuurlijk ook voor de marktpartijen een groot belang, wat behartigd mag worden. Dat onderkennen wij wat dat betreft ook. Alleen onze zorg is iets minder groot dan wat wij proefden uit de reacties van de marktpartijen. Omdat wij denken dat we weliswaar het volume, de inspanning per object misschien omlaag gaat, maar het jaarlijks budget hetzelfde blijft. En eigenlijk betekent dat je daar dus meerdere objecten op jaarbasis onder handen zou kunnen nemen. En dat dus netto het volume in de sector per jaar op vergelijkbaar niveau blijft en er dus ook voldoende brood te verdienen valt. Zij is dat je dan wel als aannemer of als adviesbureau toch even zult moeten kijken van op welke fronten moeten wij dan onze aanpak en onze adviezen aanpassen om op een andere manier de sector te bedienen, de beheerders en de eigenaren. Duidelijk. Dat is een pijnpunt, dat is absoluut een pijnlijk punt in de discussie. Nou, ik ben wel benieuwd, Frank, jij bent natuurlijk daarmee aan de gang gegaan in die handreiking. Hè? En de grenzen kwamen voor mij ook bij jou in je praktijk bijvoorbeeld een beetje naar boven. Kan jij daar nog iets meer over toelichten? Hoe heb jij dat dan ervaren op het moment dat je dat gesprek aanging? Je gaf aan dat het niet altijd van gemakkelijk ging. Nee. Dat zie je in de markt, dat er ook wisselend naar gekeken wordt inderdaad door de adviesbureaus en ook door aannemers. Ook binnen het project waar ik mee bezig ben geweest, werd dat verschillend gehanteerd. En wat ik aangaf in mijn presentatie al, bij de ene aannemer ging dat beter dan bij de andere aannemer. En dat is ook zo dat heel veel aannemers en ingenieursbureaus hebben natuurlijk een bepaalde werkwijze die ze als standaard gemaakt hebben voor zichzelf. Dus het is op een gegeven moment ook handig om je eigen standaard aan te houden, welke standaard er ook is. En ja, nu moet je iets nieuws gaan doen en dan wringt dat, het wrijft, het schuurt, het geeft glans. Het gaf genoeg discussie en uiteindelijk zijn we er min of meer uitgekomen en de discussie is nog steeds niet afgelopen. Ook wat Alex van Am ook schrijft inderdaad in zijn chat. Het zijn net mensen, die mensen bij de marktpartijen, die over de algemeenheid niet zoveel verandering houden. Nee, maar dat proef ik wel een beetje hier van het economische drijfveer. Die Frank, die hoor ik dan bij jou eigenlijk wel wat minder scherp. Hè? Daar gaat het meer over, het aanpassen van van wat je doet. Hè? Ja. Dat is van mijn universeel. Ik werk nu bij een overheid. Nou, dan proef ik het eigenlijk precies hetzelfde. Dus wat dat betreft. Ik ben wel benieuwd hoe het dan gelukt is. Hè? Ik bedoel, de discussie voeren is prima. Hè? Maar hoe kom je er dan uit? Weet je, hoe ja, dan uit?
Goeie vraag. Uiteindelijk hebben we een project. Hebben we een scope van een project. Hebben we een x geld erachter voor over. Dus een budget. En zou je toch als projectmanager, projectleider binnen dat budget proberen te blijven. En toch aan je technische doelstelling te proberen te voldoen. En nogmaals, ja, bij de ene project is onderdeel van het project is het beter gelukt bij het andere deel. En ja, hier win je wat, daar verlies je wat. Op een gegeven moment gaat het ook om voortgang van je project ook natuurlijk. Ja. Planning. Dus op een gegeven moment accepteer je de bepaalde dingen nog niet helemaal volgens de nieuwe inzichten gedaan worden. Hoe fout is het dan? Ik zeg dat het nog niet altijd heel erg fout is, want dan doe je het volgens een methodiek die nog algemeen geaccepteerd is. Alleen je gaat niet mee in een nieuwe beweging. En dat is wel eens jammer dan. Ja, daar heb ik ook nog een vraag over van Frans. Die zegt van, in jouw verhaal gaf je een paar met aan, hè, je bewust ook in een renovatie kiest om niet alles beter te pakken. Hè. Frans vraagt zich af, is een renovatie niet juist het moment om te gaan voldoen aan tenminste binnen je scope aan de stand van de techniek? Binnen je scope is altijd een heel breed verhaal. We hebben binnen de scope ook, zoals we dat noemen, de meekoppelkansen. Dus op sommige momenten hebben we best een landverkeerslijn vervangen, een lamp vervangen van de openbare verlichting of andere aanpassingen meegenomen. Nogmaals, een projectleider zal altijd proberen te sturen op scope. En ik vanuit mijn technische achtergrond zal altijd sturen op het beste in de techniek. En ergens heb je er altijd ook een wrijvingsveld intern in je project aan de kant van de opdrachtgever. Van moeten we dit dan wel of niet meenemen? Hoe belangrijk is het? En vooral met de CROW-handreiking in je hand. Hoeveel meer veiligheid garandeer je hier nou mee als je dit of dat wel of niet meeneemt? Of wel meeneemt? En over het algemeen kom je er dan met een risicobeoordeling aardig achter dat heleboel zaken nou niet primair tot een hogere veiligheid van je beweegbare brug bijdragen. Deze is het hogere doel. Mooi, dankjewel. Nee, het is in die zin jammer dat Ronald Sandberg er niet bij kan zijn vanuit Rotterdam. Hè, want het is, maar goed, ik zie wel dat iemand van gemeente Rotterdam, Alex van Ham, je hebt net al een scherpe vraag neergezet. Dat blijkt ook wel een beetje dat er in Rotterdam intern nog wat discussie is. Ik weet niet of je nog in deze calls, in deze bijeenkomst zit. Maar ik ben wel benieuwd, Alex, of jij dat nog zou kunnen toelichten. Ik ben heel benieuwd in Rotterdam hoe jullie er dan mee omgaan. Zou je daar iets over kunnen zeggen, Alex? Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. In Rotterdam zie je dat we hadden eerst ook de oude gedachte dat een brug eigenlijk van oever tot oever verbinding inderdaad een machine was. Hè. Die gedachte van een jaar of 5, 6 geleden, die leefde wel. Maar inmiddels zie je wel dat iedereen meegekanteld is naar een zienswijze dat die machine iets kleiner moet worden. Alleen de vraag is op een gegeven moment waar stop je? En er zijn een aantal mensen die dus naar de mening van mij in ieder geval, maar ook naar de mening van anderen daar te ver in zijn gegaan en die machine weer te klein hebben gemaakt. Door onder andere besturing eruit te halen, een val eruit te halen, die anderen weer als, en ik ook als onderdeel zien van de machine. Die discussie verhardt soms ook wel een beetje. En dat zie je niet alleen in Rotterdam, maar ook in heel Nederland. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, normcommissie, et cetera. Nou, Frank en ik weten precies waar het over gaat. Dat doen we, discussiëren we vrolijk over los af en toe. En die discussie is gewoon nog niet uitgestuiterd. Dus je ziet dat opdrachtgevers hun eigen lijn kiezen en daar zelf invulling aan geven hoe zij denken dat goed is. En dat was ook even de kanttekening in de chat. Hè. Let wel even op dat dit niet de enige zienswijze is die er is. Er zijn op dit moment zijn er gewoon meer zienswijzes in de markt wat een machine zou moeten zijn. En wees je dus bewust van de richting die je kiest voordat je een project start. En zoals ik zei, ik ondersteun de zienswijze van de CROW-richtlijn niet helemaal. Er zitten goede punten in. Maar op punten is die mijn inziens ook onjuist. En we zijn er nu niet over uit hoe we het in Rotterdam moeten doen. Nou, ik vind het eerlijk gezegd al heel fijn dat je dat hier wilt toelichten. Volgens mij juist op dit domein is het belangrijk dat je hier het gesprek met elkaar over voert. Want alleen dan kom je verder. Hè? En hoe mooi dat hier ook gebeurt. Dankjewel. Ja. En goed te horen dat er over wordt nagedacht waar die grens dan wel zit. Want
klakkeloos de hele machine, of de hele, het hele object als één machine blijven zien, dat is daarmee dan toch wel doorbroken. Maar we horen graag of de grenzen bijgesteld moeten worden. Mooi, ja. Het is nog niet klaar. Maar dat is nooit, hè? Nee, precies. Ik zit even te kijken welke vragen. We hebben misschien wel meer vragen dan we de tijd hebben. Kijk, wat zijn we aan de klok? Sowieso denk ik dat we kunnen toezeggen, Frank, Bob en Roy, dat wij anders op een later moment in een documentje nog eventjes de vragen beantwoorden. Ik pik er een willekeurig uit. Even kijken hoor. Klopt het dat het CE-markeringsproces niet altijd verplicht is? Staat los van het voldoen aan de essentiële eisen. De eerste is de administratie, is de administratief extern borgen in plaats van beheersen. Ik ga hem gewoon aan jou stellen, Frank. Dat dacht ik al. Ja. Dan verschillen Alex en ik van mening inderdaad op dat punt, wat hij zelf aangaf. Wij hebben gezegd van, goh, we passen in dit geval, wat ik net aangaf, bij het aansluiten van brug en sluizen, de scope scherp toe. En zeggen we, de machine is dat ding wat in de machinekamer staat. Wat wij doen is het aanpassen van de besturingsinstallatie. Als we dan wegblijven van die machine in dat geval, dan hebben we niks te maken met het CE-certificeringstraject van die machine. Dus in die zin doen we er niks mee. Nog een vraag. Als je qua machine, het sluit een beetje hierop aan. Als je qua machineveiligheid en CE niks zou doen, dan gebeuren er geen ongelukken. Hè, en er komt een instantie langs die op de vingers tikt. Kan die dan afdwingen? Bob, kun je daar iets over zeggen? Dan moet ik eerst even weten waar die dan ons over op de vingers zou willen tikken. Maar waar het zou kunnen, is inderdaad om het niet compleet hebben van een technisch dossier. Dat is een punt waar ik toch in de praktijk heel vaak tegenaan aanlopen. Wie zou dat de instantie moeten zijn? Dat is de handhaver, dat is de arbeidsinspectie. En die heeft duidelijk aangegeven dat hij geen aanleiding ziet om in de toepassing van de handreiking, de zienswijze die daarachter zitten, die zien daar geen aanleiding in om daarvoor op de vingers te tikken. Omdat ze zeggen, nee, dit past binnen de visie van de machinerichtlijn, van het waarom het besluit zijn machines. Ik heb nog een paar vragen die ingaan over de functionele veiligheid. En dat is nog niet zo expliciet in de orde geweest. De koppeling tussen de machines en het bouwwerk. En dat is volgens sommigen wel een essentieel onderdeel. Wat is de zienswijze van het CRW in deze? Nou, laat ik eerst beginnen dat het helemaal geen zienswijze van het CRW is. Maar een zienswijze van participerende partijen. We hebben natuurlijk vooral gefaciliteerd en de tekst geconcepteerd. Maar er is wel degelijk onderscheid gemaakt tussen de civiele constructie en de machine met haar bewegende delen. En dan kun je dus inderdaad gaan denken van, goh, een scharnierpunt is op een gegeven moment verankerd aan die civiele constructie. Dan is dus inderdaad het verankeringspunt aan die civiele constructie is wel degelijk een raakvlak wat je zou moeten beoordelen of dat past. Maar daarmee hoef je niet de hele civiele constructie, het overdragen van de krachten naar de onderbouw, de fundatie enzovoort. Ja, dan kun je op een gegeven moment heel ver gaan denken in je keten. Maar draagt dat nog bij aan de machineveiligheid? Daar had Frank het ook al over. Dat voegt niks toe aan veiligheid. Dan moet je op een gegeven moment echt een grens trekken. We lopen aan het eind van de lunchlezing. In de laatste minuut wil ik je nog even wijzen op het symposium Brugbediening in de Toekomst. Op 27 september vanuit het platform WOW georganiseerd. Helaas is die bijeenkomst zelf vol, maar er komt wel een verslag van. Wat ook via platform WOW gedeeld gaat worden. Ik denk dat laat zien dat dit onderwerp, dat we er nog lang niet klaar mee zijn. En misschien maar een begin gemaakt hebben. En de oproep aan iedereen die daar kan bijdragen aan willen te leveren. En meldt zich bijvoorbeeld bij Paul van Brugge of bij mij. Om te kijken hoe en of we dat verder kunnen krijgen. Ik wil in ieder geval hartstikke bedanken voor de aandacht. En Frank, Bob en Roy voor jullie inzet. En ik wens iedereen een hele fijne middag.